Uw aanwezigheid bij de onthulling van het kunstwerk Waterballet stellen wij zeer op prijs. Waarom kikkers? Het verzoek dat ons bestuur tot de kunstenaar richtte was om een beeld te ontwerpen dat associatie heeft met het theater, maar ook met het verleden van Spijkenisse, toen het nog een boerendorpje was. Toen kende Spijkenisse nog heel veel sloten, waar ik als kleine jongen de kikkers hoorde kwaken en wij als jongens proberen kikkers te vangen. Dames en heren, dit kunstobject heeft mij de afgelopen 2 jaar veel zorgen gemaakt. Een slaaploze nacht. Het heeft geleid tot de belofte die ik aan mijn vrouw en kinderen gaf dat ik geen nieuwe projecten, nieuwe grote projecten zoals deze, weer zal gaan starten. Het vergde te veel van mijn gezondheid. De Stichting Oud en Nieuw Spijkenisse blijft echter wel bestaan. Maar was het alleen maar voor de jaarlijkse stamppotmaaltijd die we Oud Spijkenissers aanbieden. In september afgelopen jaar heeft meneer Van Wijngaarden een presentatie gegeven binnen de commissie Sociaal Domein. En daar was weinig debat. En dat is toch wel bijzonder in een gemeenteraad. Daar was eigenlijk een eensluidende reactie van enthousiasme over dit beeld. En dat heeft het college wel gesterkt in de wens om dit beeld mogelijk te maken op deze plek. U noemde in uw plaatje dat niet iedereen de stichting zou kennen. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want uiteindelijk heeft de stichting met alle kunstwerken die zij tot nu toe geschonken hebben, en ook dit laatste grote kunstwerk, heel veel identiteit aan Nissewaard, maar in het specifiek Spijkenisse toegevoegd. U weet, kunst is niet echt. Soms lijkt het wel ergens op, maar beelden hoeven niet gemaakt te worden naar de natuur. Dit 6 meter hoge object dat hier nu in de vijver drijft, lijkt op 2 kikkers. Ze staan in een moeilijke pose uit het klassieke ballet, De Lift, op zich een kunst. Ik noem het beeld Waterballet. Niet iets wat je in de natuur tegenkomt, maar wel hier bij het theater De Stoep. De plek waar bijzondere voorstellingen plaatsvinden. Het beeld laat zien, hier gebeurt iets bijzonders. Ik probeer met mijn beelden de overeenkomst tussen mens en dier te laten zien. Ik verklein de verschillen in vorm om de verwantschap te benadrukken. Het is met genoegen dit cadeau aan te bieden aan de gemeente Nissewaard en ik hoop dat u daar met goed gevoel naar kijkt, maar ook zorgt dat deze stad. Ja, we gaan er goed voor zorgen. Oké.